Zo is het. En de vaste luisteraar, die werd het inmiddels. Wat wilde je zeggen eigenlijk? Dat is het. Nou ja, Lara Zevenberg. De vaste, dus Lara. Maar dat is natuurlijk heel raar. Vaste luisteraar en kijker, die weet het inmiddels. Op maandag hebben wij Lara Zevenberg van nu.nl. Nou, ik weet niet wat ik heb vandaag. Ik kan het niet eens meer normaal uitspreken. Ik ga het nog één keer proberen. Goedemorgen. De vaste kijker en luisteraar weet het inmiddels. Op maandag hebben wij Lara Zevenberg van nu.nl in de uitzending voor het laatste entertainmentnieuws. In één keer. Ongelooflijk, hè? Ja, dat knap. Sta ik hier toch niet helemaal voor niks. Goedemorgen, Lara. Goedemorgen. Goedemorgen. Hè. Prins Philip, mag ik jou condoleren? Ja, jij ook. Ja, dankjewel. Ik vond het wel heftig voor vrijdag. Nou ja, weet je, het heeft natuurlijk een leeftijd dat je denkt, ja, het kan elk moment gebeuren. Hè? Zo'n bericht kan natuurlijk dan naar buiten komen. En toch schrik je daarvan. Ja, ik merkte ook dat ik was er toch ergens van overtuigd dat hij vast zou blijven houden tot zijn 100ste. Dat was bijna, in juni. Ja. Dus ik merkte ook dat ik wat dat betreft een beetje medelijden had. Ik dacht, volgens mij wilde hij dat heel graag. Ik vond het ook echt een statige man om te zien. Nou ja, hij heeft natuurlijk ook bekendheid gekregen door de Crown, door de serie. Ik bedoel, anders hadden we misschien veel minder van hem gehoord. Maar nu, en geweten. En nu heeft hij toch wat meer bekendheid gekregen door die serie, lijkt mij. Ja, zeker weten. Dat heeft echt wel geholpen. Al moet ik je zeggen dat in Groot-Brittannië was hij echt wel al een belangrijke persoon, hoor. Ik bedoel, het is niet alleen de man van Elizabeth, maar het is ook gewoon, ja, de hertog. En ja, mensen hebben gewoon echt wel een heel goed gevoel bij hem. Hij voelt toch een beetje als de opa van Groot-Brittannië. En nu maar is hij dood. Niet alleen Groot-Brittannië, want ook Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, ja. Noord-Ierland. Ja. Dat valt er ook allemaal onder. Dat wist ik helemaal niet. Er werd ook flink gerouwd dit weekend. Ja. Ook met kanonschoten en weet ik veel wat. Het was echt wel mooi. Heel veel mooie saluten. Dat was wel bijzonder. Ik las wel dat het de vraag natuurlijk is hoeveel mensen er, of tenminste wie er dan bij zijn crematie of uitvaart mag zijn. 30, ja. Is dat ook 30 mensen, ja, las ik ergens? Mensen, ja. Daar lijkt het wel op. Ja, zaterdag wordt hij begraven bij Windsor Chapel. Dat gebeurt, St. George Chapel in Windsor, dat moet ik het wel goed zeggen. Ja. Die zaterdag, bijvoorbeeld de premier van Groot-Brittannië, Boris Johnson, die heeft de plek al afgegeven. Normaal gesproken is die erbij aanwezig, maar die heeft gezegd van, nou, er mogen maar 30 mensen bij zijn volgens de regels. Dus dan ga ik niet daar zitten. Dan moet een familielid gewoon bij zijn. We weten dat Prins Harry erbij aanwezig is. Zijn vrouw Meghan die komt niet. Die is hoogzwanger en tegen haar is gezegd door haar arts van, het is niet verstandig om te gaan vliegen. En Harry is ook alweer aanwezig. Die is Amerika alweer uit, want hij moet 5 dagen in quarantaine. Anders mocht hij niet aanwezig zijn bij de begrafenis. Ja, één kasteel, gewoon in een kasteeltje, maakt niet uit. Ik bedoel, lekker in quarantaine. Ja, hij zit inderdaad in zijn oude woning. En het is niet dat, dat het een hele zware quarantaine moet zijn, want er is genoeg ruimte om heen en weer te lopen. Maar ja, hij is dus wel weer hier, of tenminste hier in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Het zal een emotioneel moment voor hem zijn, want hij heeft eigenlijk zijn opa niet echt meer gesproken sinds alles wat er gebeurd is. En nou, er zijn ook heel veel bronnen die nu zeggen dat Philip niet echt heel erg blij was met dat interview dat hij gegeven heeft, dat er wel begrip was. Maar ja, het moet toch een vreemde situatie zijn voor Harry. Ja, maar ze waren ook heel hecht, hè, met hun opa. Ja, onwijs. Dus voor hun is het gewoon wel echt een heel heftig moment. En nou ja, ik ben ook wel heel benieuwd of wij er nog iets van gaan zien. Want het wordt uitgezonden op nationale televisie. Oh. Hoe dat is tussen William en Harry, zeg maar. Of daar nog of daar nog iets speelt. Ik ben ook benieuwd. Ik weet ook niet of we het in Nederland uitgezonden krijgen. Maar het zal ongetwijfeld via de BBC. Ja, daarom. Zijn. Dan kunnen we het gewoon zien natuurlijk. En het is natuurlijk ook de vraag, hè, hoe lang houdt de Queen Mom het nou nog vol? Want ik bedoel, zij is natuurlijk al een stuk ouder. En je hoort vaak. Nee, zij is jonger. Zij is 92 natuurlijk. Hè? Ja, zij is een stuk jonger. Ja. Nou ja, een stuk jonger op die leeftijd. Nou ja, goed, ja. Ze is iets jonger. Maar je hoort natuurlijk vaak dat als er een van de twee, hè, op die leeftijd na zo'n lange tijd samen te zijn geweest, komt te overlijden, dan volgt de ander vaak snel, hè, zie je. Ja, dat gaat vaak heel snel inderdaad. We zijn 75 jaar getrouwd geweest. En dat is ik kan me niet voorstellen dat ik 75 jaar iemand ken. Dus weet je, het is bizar om zo bij elkaar te zijn. Ja. Tegelijkertijd hebben zij ook veel los van elkaar geopereerd. Ja, ik bedoel, ze hebben heel veel dingen in hun eentje moeten doen, moeten reizen, ook voor werk. Dus wat dat betreft kun je ook zeggen van, nou ja, Elizabeth is ook niet totaal afhankelijk van hem. En die zal ongetwijfeld gewoon wel doorgaan. Maar ja, ook haar corgis die gaan achter elkaar dood. Dus er blijft heel weinig voor Elizabeth over. Ja, ja, zeker, ja. En dan heb je zo'n grote familie. Ja, dat is waar. Bizar, hè? Ja, bizar. Ja. Ja, de tijd zal het leren. Dan Martijn Koning, de cabaretier. Nou ja, die kwam natuurlijk een beetje in opspraak toen hij in de aanwezigheid van Thierry Baudet daar zijn cabaretstukje hield in Jinek. Nou wil Martijn Koning graag excuses van RTL.
Hij zegt ook, de zender verspreidt leugens over mij. Hij vertrouwt RTL niet meer zo, Lara? Nee, ik had hem vrijdag aan de telefoon. Ik ken Martijn al een tijdje. En ik had hem vrijdag aan de telefoon. Hij was echt wel boos. Er zijn daar een aantal dingen achter de schermen voorgevallen waarvan hij zegt, van dat is niet netjes. Hij zegt, Peter van der Vorst heeft gelogen. Want Peter van der Vorst die heeft op een gegeven moment, als de zenderbaas van RTL, ja, die heeft op een gegeven moment op de radio verteld van, er zijn appjes over en weer geweest. Maar Martijn weigerde zijn een stukje in te laten zien. En Martijn die zegt van, ik heb wel degelijk Eva Jinek zelf de mogelijkheid geboden om het te lezen. Ik wil het niet door de redactie laten lezen, maar wel door Eva. Mm-hmm. En Peter van der Vorst is nu gewoon keihard over mij aan het liegen. En hij zegt dus ook, ik wil niet meer dat Peter van der Vorst mij belt en dat hij dan dingen zegt. Ik wil gewoon zwart op wit excuses hebben. En dat hij zijn verantwoordelijkheden neemt in deze hele rel. Want ik kan niet tegen die publiciteitsmachine op. En ik zit hier maar in mijn eentje. Ja, het is wel een dingetje, ja. Het is heel, heel pittig. Maar hoe gaat het aflopen, verwacht je? Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet zo heel erg goed op dit moment. Want RTL die wil niks meer zeggen hierover. Die hebben gezegd, we hebben gezegd wat we willen zeggen. Namelijk dat we een gesprek met Martijn aan willen gaan. En daar houden we het voortaan bij. Martijn die lijkt toch nog wel open te staan van, het kan eventueel goed komen. Maar die wil wel gewoon echt schriftelijk duidelijk hebben van, er is iets fout gegaan. En dat doen we niet meer op deze manier. Moet Eva niet gewoon ertussen beiden komen en zeggen van, ik heb dat berichtje van jou gehad. Ik heb dat naast me neergelegd. Ik heb je de vrije hand gegeven. Dan is alles van de tafel geveegd. Ja, kijk, dat maakt het natuurlijk ook ingewikkeld. Eva Jinek heeft meteen daarna haar excuses aangeboden aan Baudet. Die heeft gezegd van, we zijn te ver gegaan en ik had daar moeten ingrijpen. En Martijn die vertelde mij ook dat hij zelf niets meer gehoord heeft van Eva. Dat hij dat ook vanzelfsprekend vindt. Ik bedoel, zij zijn niet per se partijen die met elkaar communiceren. Mm. Dus hij vindt dat aspect niet zo heel gekker aan. Maar Eva die heeft wel al duidelijk gezegd van, ik vind dat dit niet had gekund. Dus haar statement is wel gemaakt. Ja. Oké. Maar wat Marco zei, hoe gaat het aflopen? Dat is nu een beetje ingewikkeld. Want er gaat nu een heel zijspoor spelen van de hoofddirecteur van Jinek. Bronnen die vertellen dat er sprake zou zijn geweest van dat hij Filan Ekis bij de vooravond dingen zou hebben ingefluisterd. En dat zij daarom extra kritisch was op Martijn Koning. Ik vind het lastig, want hij is dus de hoofddirecteur van Jinek, van Bo en van Umberto. Mm-hmm. Dus de kans dat Martijn Koning daar nog een keertje kan aanschuiven lijkt mij steeds kleiner te worden met alles wat er nu speelt. Martijn Koning die werkt nu voor Pound. Wellicht dat hem kan gaan helpen, dat hij meer bij de publieke omroep kan gaan doen. Maar ik vraag me wel af hoe zijn televisiecarrière er verder uitziet. Want zijn cabaretstukken werden ook uitgezonden bij RTL. En nogmaals, RTL wil niks meer zeggen. Hebben we ook nog wat leuks, wat nieuws, wat gezelligs? Iets positiefs. Ik was gisteren bij de opbouw van het Songfestival in Ahoy. Oh ja. Daar word ik persoonlijk heel erg blij van. Ik denk veel mensen met mij. Lara, sorry dat ik even onderbreek. Maar we hadden vanmorgen een beetje discussie. Onder homo's is natuurlijk dat Songfestival altijd heel erg populair. Maar zijn het nou alleen maar homo's die dat leuk vinden? Nee, maar dat dacht die collega, ik noem verder geen naam, maar hij zit u toevallig ook naast mij. Die dacht dat het echt alleen maar onder homo's populair is. Maar dat is toch helemaal niet zo? Het is wel één grote. Nee, je moet nu eventjes Lara aan het woord laten. Oh, sorry. Tenminste, van de mensen die ik spreek, er zijn ook genoeg heteroseksuele mannen tussen. Ik ben zelf ook hetero en een vrouw, dus ik bedoel, ik val er ook buiten buiten deze boot. Dus volgens mij is het wordt ook steeds populairder bij jongeren. Dat is ook leuk om te zien door TikTok. Duncan is daar nu heel populair aan het worden met Arcade. En daardoor gaat dat Songfestival ook weer meer leven bij jonge mensen. Ja. Dus het is een hartstikke breed publiek, hoor. Zie je nou wel. Dat is mijn mening daarover. Nog even heel kort. Gisteren 1,7 miljoen kijkers voor de baby special. Heb jij gekeken naar Boer zoekt vrouw? Nee, terwijl ik wel bij heel veel van die boeren op bezoek ben geweest. Dus het is wel helemaal mijn onderwerp. Maar ik was helemaal kapot van het Songfestival. Qua werk of gewoon omdat je het gezellig vindt om bij de boer langs te gaan? Nee, qua werk ben ik bij ze langs geweest. 2 jaar geleden heb ik allemaal specials gemaakt met ze. Oké. Goede cijfers dus. Zeker weten. Voor de baby special. Hoe waren er wel niet? Ja, 1,7 miljoen of zo. 1,9 miljoen zelfs. Ja, nee, niet 1,7. Baby's. Oh, baby's. Aantal baby's waren er heel veel. 90 baby's. Zo, ja, dat is veel. Maar wanneer komt dan weer
Poezevrouw. Het nieuwe seizoen, is dat volgende week? Begint het dan ook weer? Was dit de aftrap? Nou, Yvonne die heeft daar wel een beetje op zitten hinten. Maar ja, dat is misschien een beetje gek om te vertellen. Maar Caro en CRV, die maken Boer zoekt vrouw. En die maken er een soort sport van om het heel erg geheimzinnig te houden rond het nieuwe seizoen. Dus ze vertellen altijd iets, maar eigenlijk niks. En dat is nu dus ook weer. Oh. Yvonne heeft gezegd, ja, het zou kunnen. Misschien komt het er wel aan. Wat bijzonder, spannend, spannend. Er komt sowieso een nieuw seizoen, maar wanneer dat gaat gebeuren, dat is nog totaal onduidelijk. Oké. Okay. Nou ja, dan moeten we dan maar even afwachten. Dat, ja. Moeten we de BBB even bellen. De BBB? De Boerenbondpartij? Of weet je dat ook weer? Ja, precies. Boerenburger. Goed idee. Die weten vast meer te die vertellen. Die weten vast meer. waren ze, alle ja. Ja, er is nog veel meer, maar ja, dan kunnen we de hele dag blijven kletsen. Doen we niet. Dankjewel voor dit moment. Tot volgende week. Dankjewel, hè. Doei.